Mag ik jullie dan uitnodigen om naar het atrium te gaan? En gesproken voor het publiek. Ik heb gedaan hoe je het vertelt. Dus hoe jij bent, hoe jij spreekt, hoe jouw persoonlijkheid is. Of het publiek überhaupt openstaat. Authentiek, uniek en culinair. Bloeming is uniek door de rust in en om het hotel. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om hen aan u voor te stellen. Waar komen die autoleuke rode stoeltjes vandaan die in mijn lobby staan? We hebben 97 hotelkamers waarvan 3 suites. En zoals u kunt zien is het een bijzonder bouwwerk wat verscholen ligt onder het waterdek van het bos. In het Hudebeddencentrum wordt het verhaal verteld hoe ze zijn gebouwd en door wie ze zijn gebouwd. Nadat alle mensen met geel zijn doorgenomen, is het tijd voor de welbediende rust. Hoe communiceer je in jullie bedrijf het beste? Oprecht geïnteresseerd, vriendelijk, gebruik alle mensen. Dat zijn de mensen die bij mij het beste komen. Dat is de lijn die je moet hebben voor een goede service. Maar wat maakt Bloeming nou zo uniek? What's in it for me? En voor iedereen staat straks de zitzak en de prosecco klaar. Van de bedrijfslogo's investeren in de kleuren van uw eigen bedrijf. Nee, maar één en geef het doosje door. Het is buitengewoon inspirerend zaken, noem maar op van Saxe. En dan bij ons kunt u dus letterlijk in een hutje op de hei vergaderen. Er zijn heel veel locaties met mooie zalen, mooie kamers en een goede omgeving. We hebben helemaal net gewerkt en in die 4 categorieën gaan we nu de prijzen uitdelen. Ik ga beginnen bij front office. Kom naar voren, Marieke Janssen!
kom volgend jaar naar Molen Vuur met z'n allen. En dan zien we je daar weer. Dank u wel.